allemaal weer op de vlog op de Griekse Epiction. Het is een nieuwe dag. Het is een nieuwe vlog. Ik heb mezelf heel even klaargemaakt. Het is namelijk 9:30. En ik moet nog heel even eten. Ik ga zo meteen naar de diëtiste toe. Mijn eerste keer. En ja, het is allemaal geregeld nu uiteindelijk. Maar ik heb een afspraak staan. Dus ik ga zo meteen er naartoe. Ik ga nu nog heel even ontbijten. En dan kunnen we erheen. Ik heb eigenlijk niet heel veel honger. Dat is net zoals in iedere ochtend. Dan fabriceer ik iets maar in elkaar. En dan hopen dat het lekker is of zo. En dan eet ik het ondertussen dat ik onderweg ben op. Want dan denk ik er niet bij na. Ja, dat is mijn ochtend ding. Ik denk dat ik gewoon een banaantje pak trouwens. Ja, want dan ga ik wel goed ontbijten als ik terugkom. Ik kom namelijk om. Ik heb om 10 uur die afspraak. Stel. Het zou een uur duren, ik weet niet precies hoe lang het duurt, maar stel het zou een uur duren, dan kunnen we daarna met z'n allen een broodje. Want we hebben nog broodje van gisteren over, van moederdag. En ik hoorde ons mam al zoiets zeggen, dus dan gaan we dat doen. En anders heb ik geen honger daarvoor. Dus ik ga nu heel even iets in mijn mond duwen, heel netjes gezegd. Ik wilde ze op het Brabant zeggen, maar dat doen we maar niet. Ik ga even medicatie pakken en dan fietsen we aan. Ik moet nog heel even langs. De huisarts, want die hebben mijn bloedresultaten nog liggen op het papiertje en die wil ik meenemen, want dan kunnen hun daar ook meteen mee vooruit. Ja, er gaat een heleboel gebeuren. Ik ga natuurlijk niet vloggen, dat hoop ik dat je dat snapt. Het is gewoon een intakegesprek bij de diëtiste. En ik denk dat ze me gaat afkafferen om het feit dat ik, zoals jullie kunnen zien, bijna wekelijks, gemiddeld wekelijks bij de McDonald's zit. Niet altijd voor een volledig menu, maar alsnog. En ik denk dat ze me gaat afkaffen om het feit dat ik slecht ontbijt. Beter tijd moet nemen voor mijn ontbijt. En dat ik meer moet eten, denk ik. Ik zit gewoon heel snel vol. Dat is gewoon het punt nu. En ik had het 3 jaar geleden ook. Dus ja. En ik heb gewoon niks veranderd. Ja, nu heb ik natuurlijk wel iets veranderd in mijn patroon. Maar toen had ik echt niks veranderd in mijn patroon. Ik sportte hetzelfde. Ja, ik deed aan sport. Het is een wonder. Maar ik sportte hetzelfde. Ik altijd hetzelfde. Ik had geen stress of minder stress op school. En toch viel ik 9 kilo af. Dat zit op zich wel een beetje in mijn maag ermee, zeg maar. Dat dat er nooit meer terug aan is gekomen. Wat daar de reden voor was. Of is geweest. Dat is nooit de reden voor bepaald, zeg maar. En nu zit ik natuurlijk met mijn hoofd niet helemaal goed. En dat werkt natuurlijk ook mee met het feit, ik val nu niet af. Nou ja, ik heb niet meer op de weegschaal staan. Ik sta duidelijk weer op de weegschaal, gok ik. Maar ik ben volgens mij niet afgevallen, maar ik voel me gewoon niet zo lekker in mijn vel. En ik wil gewoon, inderdaad die 9 kilo, al is het maar gewoon 2 kilo, maakt me geen moer uit. Als er maar gewoon weer iets aankomt, waardoor ik niet bij iedere keer als iemand me de rug in wil tillen, ook meteen de rug in wordt getild. Waarschijnlijk toch, want of ik nou 52 of dat ik nou 54 weeg, maakt geen hele moer uit. Maar ik zat afgelopen keer, toen ik op de weegschaal stond, toch echt op 49 kilo. En dat zorgde wel een soort van mentale, het zorgde in ieder geval voor dat ik me mentaal nog slechter begon te voelen dan dat ik was. Ik had altijd die streef. 50 staan, zeg maar. Zo van 50 en lager gaan we niet. En toen ging je wel lager dan 50 en toen brak ik natuurlijk in jank uit, als je zo snapt dat ik bedoel. Dus dat was wel even minder. Maar ik ga nu lekker ontbijten. Ik hoop dat jij hebt genoten van je ontbijt of anders nu aan je ontbijt zit. En smakelijk eten dan. En we gaan gewoon kijken wat de dag brengt. Ik heb verder volgens mij niet heel veel op de planning staan. Misschien dat Dominique en ik nog naar de Action gaan voor wat ronde spullen. Die moeten namelijk echt gehaald worden. We hebben hier thuis wel wat spullen liggen. Maar er moeten nog wel wat dingen gehaald worden. Dus dat staat misschien nog op de planning. En misschien dat ik met Rick nog ga chillen ofzo. Want die had vandaag ook niet heel veel bijzonders. Dus ik zei, ja, heb je zin in gezelschap? Dan app me maar. Ik ben de hele dag vrij op de ochtend na. Dus dat. Dus we zullen zien wat de dag brengt. Ik heb gisteren trouwens wel bijgewerkt met alle vlogs. Dus ik hoef vandaag maar 1 vlog nog te editen. En dat kan gewoon in de avond. Dus ik dacht even dat er iemand stond. Mijn brein is vol toeren aan het werken.
Omdat ik een beetje zenuwachtig ben voor het gesprek. Dus ik zie je straks. Intussen ben ik weer thuis. De ochtend verliep iets anders dan gepland. Ik heb namelijk ongeveer tot 11:30 in de wachtkamer gewacht. Toen ben ik naar de desbetreffende kamer toe gelopen. Want deze hele mooie. Want dit hele mooie gebouw had namelijk geen balie. Of deze afdeling had geen balie, zeg maar. En ik liep even na een half uurtje om 10:30 dus naar die kamer toe. En ik vraag heel mooi, ja, ik had eigenlijk om 10:00 een afspraak. Dus hoezo zit ik hier, zeg maar, nog op een vriendelijke manier? Toen zei ze, ja, maar je hebt je afspraak om 10:30. Toen dacht ik, nee, want ik heb een afspraak gepland om 10:00, dat weet ik 100% zeker. Maar uw naam is toch... Toen dacht ik, nee, die naam is misschien in de toekomst mijn tweede naam, maar momenteel nog niet. Ik weet niet, geen idee. Misschien heeft Rick er wel geen zin in, maar hè, wie weet. Nee, dat is niet het geval. Oh, maar wat is je... Wat is uw naam dan? Dus ik zeg zo hard. Oh, ja, dan zal ik eens kijken. Dus in het systeem gekeken, geboortedatum opgezocht. Toen zei ze, je hebt een afspraak voor volgende week. Maandag om 10:00. Toen zei ik, ik weet dus zeker dat die vrouw vrijdag aan de telefoon zei. Aanstaande maandag 10:00. Maar oké, dan kom ik volgende week weer terug. Dus ja, toen heb ik dus blijkbaar 3 kwartier in de wachtkamer gewacht. Voor niks. Ik had gewoon lekker in bed kunnen blijven liggen, kunnen slapen, maar nee. Fijn. Dus ja, ik ga volgende week weer terug. Ik liep ook echt naar buiten en ze zei ook echt, ja, tot volgende week dan. Ik zei, ja, tot volgende week. Mooie intake, dacht ik. Ik was ook ondertussen met Rick aan het appen. Al dat 30 minuten lang, zeg maar. Ik zeg zo, nou, dit is een goed begin. Na een kwartier. Ik zeg zo, dat is een goed begin. Ik zit al een kwartier langer dan dat mijn afspraak zou zijn hier nu in de wachtkamer. En nog steeds niks. En toen was het 10:30. Ik zeg zo, Rick. Nou, ik weet niet hoor, maar het is dat er net iets voor 10:00 iemand naar binnen geglipt is bij haar. Maar anders was ik al lang op die deur gaan kloppen, want dan wist ik dat ze met de administratie bezig was. Maar nu weet ik zeker dat er gewoon iemand binnen zit. Ja, toen zei hij, harde actie ondernemen. Om 10:30 klop je op die deur en dan zeg je, ik had om 10:00 een afspraak. Het was via WhatsApp, dus ik beelde even in dat hij dat zei op die manier, zeg maar. Dus ik zeg zojuist goed, met een lacherige toon, zeg maar. Ik dacht zo, ja, weet je, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Het is hier geen balie, dus niemand controleert hoe het allemaal loopt. En inderdaad, fouten kunnen ontstaan, tuurlijk. Alleen, het is niet de eerste keer. Ik heb namelijk een paar weken geleden ook gebeld naar... die afdeling. En er zit daar dus geen balie. Dus ik weet niet precies wie die telefoon aanneemt. In ieder geval niet de arts die mij helpt. Of de diëtiste die mij helpt. Maar daar hebben ze een assistente voor. Ik weet niet waar die assistente zit. Ik weet niet waar die de telefoon opneemt. Ik weet niet hoe en wat. Maar er is altijd een telefoonnummer die je kan bellen. En dan kan je daar afspraken mee maken. Prima. Maar ik belde daar dus een paar weken geleden naartoe. Van ik wil een afspraak maken. Eigenlijk in diezelfde week toen bloed ging prikken. En toen heb ik mijn nummer opgegeven en ik heb mijn naam doorgegeven. En als je dat zou doen, dan zou ze je terugbellen. Nou, ik ben nog nooit van mijn leven daar teruggebeld. En dan dus nu weer dit. Dus dit was al strike 2, zeg maar. Dus ik hoop dat strike 3 niet komt. Want anders ben ik er helemaal klaar mee, heel eerlijk gezegd. Misschien dat dit ook mijn schuld is geweest, want ik had geen bevestigingsmail gekregen. Die vrouw aan de telefoon zei vrijdag, je krijgt een bevestigingsmail en er staat alles mooi bij. En dan staat je afspraak ingepland en dan weet je precies hoe gaat, hoe en wat. Want er is dus geen balie. Ja, ik heb geen... ik heb mijn e-mailadres doorgegeven, maar ik heb nooit een bevestiging van mijn afspraak gekregen. Dus ik dacht ergens ook wel, ja, het kan alleen maar fout gaan. En blijkbaar ging het dus ook fout. Ja, dus ik heb wel fantastisch geslapen vandaag. Vannacht. Maar ik ben nu best wel moe eigenlijk. Dus ik ga toch maar heel even serie kijken of zo. Daar was ik net al mee bezig. Maar ik ga even serie kijken en even relaxen. Ik weet namelijk echt niet wat er met me is. Maar ik, mijn emotionele prikkellevel zit daar. Ik liep namelijk naar buiten van die afspraak. En ik liep naar mijn fiets. En ik zag dat mijn fiets op de grond was gevallen door die
piepwind van buiten, want hij was echt heel sterk. Dus toen dacht ik, ja, kan er ook nog allemaal wel bij. En ik pak mijn fiets op en ik loop een paar meter verder, zeg maar. En ik dacht, ik weet je, ik ga gewoon lopen met die fiets. Ik ga niet eens fietsen, want nu kan ik tenminste lopen met die fiets in mijn hand, een beetje appen met Rick. En gewoon keihard in huilen uitbarst. Ik had echt zin in een helpbui, zeg maar. Ik had er echt even behoefte aan, dus die kwam ook. En ik dacht echt bij mezelf, nou, mijn hoofd zit echt te vol. Ik weet niet waarom, maar ja. Ik had zin om te huilen. Mijn lichaam had blijkbaar zin om te huilen. Ik had niet precies zin om te huilen. Ik dacht echt alleen maar bij mezelf, Lucinda, je bent één groot emotioneel wrak op dit moment. Waarom? Maar ja, dus ik was met Rick aan het appen. Zegt hij, heb je chocola nodig? Ik zeg zo, ja, ik wil chocola. Chocola is niet goed voor me, dan krijg ik ook in mijn puisten, maar ik heb gewoon zin om te snacken. Gewoon lekkers. Ik ben echt een emotioneel wrak. Oké, ik ga serie kijken. Ik zie jullie straks als ik minder dit ben. Ja. Oh ja, en weet je wat nog eens gebeurde? Ik liep met de fiets in mijn hand, jankend over straat. Mensen keken me aan van waarom ben jij met de fiets in je hand aan het lopen? Maar ja, oké. En vervolgens begint het te mieren, begint het te hagelen. Keiharde regen op mijn dak. Toen dacht ik, ja, kan er ook nog wel bij. Dus het is niet mijn dag vandaag. Het is geen vrijdag de 13e, maar het is niet mijn dag vandaag. Dus toen had ik helemaal zin in chocola. Nee, ik heb geen chocola gehad, mocht je het op de achtergrond zien. Die is al ietsje ouder. Ik ben gewoon slecht in opruimen. Sorry. En ja, ik lig weer onder de dekens. Het komt allemaal goed. Ik hou het mezelf voor. Het komt allemaal goed. Het ene moment zit ik op mijn kamer en lig ik in bed. En het andere moment zit ik in een campingstore. Rick heeft me opgehaald en we zijn campingsetjes aan het zoeken. Gaststelletjes. En die heeft hij nodig omdat hij over 2 weken naar Oostenrijk gaat. Intussen ben ik weer thuis. We zijn vlug nog heel even naar de kruidvat gegaan. En ik heb nog een raar verhaal. Want ik ging naar de kruidvat voor babydoorwerkmatrasjes. Ik weet niet of je precies weet wat ik bedoel. Maar dat zijn van die doekjes die je bij een kind van 12 plus maanden, zeg maar, dus van een jaar, in het bedje legt. En stel ze zijn nog niet zindelijk dan. En er bestaat de kans dat ze 's avonds hun bed nog onderplassen. Dan heb je die matjes om dat te absorberen, zeg maar. Nu dachten wij dat dat best wel een goed idee was voor die puppy straks. Dus ik ging natuurlijk naar de kruidvat met het idee, ik ga die dingen voor de pup halen. Nou, je wil niet weten wat voor rare blikken dat naar me toe geworpen zijn. Omdat ze echt van die blikken zo van, hoezo heb jij een kind van meer dan een jaar oud. Zo keek ze, want ik liep met 3 pakken. Want in een pak zaten 7 stuks. En ik liep dus met 3 pakken naar buiten. Dus ik had mijn handen best wel vol. En je ziet, ik zag echt letterlijk een automaatje naar me kijken. Ze van, hè? Hoe? Wat? Hè? Je bent toch veel te jong? Zo, zeg maar. Met die judge in de blik. Dus ja, dat was ook echt heel fijn. En ik moest nog heel even wachten op Rick. Want die was nog bezig met betalen. Dus ik heb nog best wel een tijdje buiten gestaan. Dus ik heb continu vrolijk, maar een beetje meer haar gekeken. Want ik vind, kijk, dat je judged en dat je oordeelt over iemands situatie, dat kan. Iedereen judged onbewust, heb je toch een oordeel over iets. Ook al zeg je, ik heb geen oordeel. Je hebt altijd wel een oordeel over iets of iemand. En zeker over iemands situatie eventueel. Maar ik vind altijd prima dat je een oordeel hebt, maar je hoeft hem niet altijd uit te spreken. Je hoeft hem ook niet altijd te laten showen of uit te beelden door gezichtsuitdrukkingen en zo. Dus ja, weet je, ik vind dan toch een soort van, ja, het hoeft niet. Oké? Dus ja, dat was nog wel iets. Toen zijn we naar huis gegaan en toen hebben we hier thuis gegeten. Want we wilden eigenlijk nog naar de Action, want ik moest nog naar de Action voor een kweetje en voor een voerbak en een waterbak en zo. Maar 's avonds moest het zusje van Rick ook naar de Action. Dus we hebben even thuis gegeten
En vervolgens hebben ze me net opgehaald en zijn we weer terug naar de Action gegaan. Tuurlijk, als ik in de Action ben en ik heb een vreetkick, dan is niks of niemand kan me stoppen. Dus die... Ik wist trouwens ook niet dat ze die in grote verpakkingen hebben. Als je de verpakking kent van, snap je wat ik bedoel. Ik ken ze in kleine zakjes van plus minus 20 chipjes erin of zo. Maar ze hebben dus blijkbaar echt van die grote zakken. En ik wist niet dat de sour cream versie, die vroeger in een blauwe zak zat, of de kleine waren in ieder geval een blauwe zak, zijn voortaan groen. Is wel een beetje logisch, want eigenlijk alle chips van sour cream zitten in een groene zak. Dat ik me kan herinneren, ja. Bij Doritos en bij Lay's volgens mij ook. Dat ik me kan... Ik weet het niet precies. Dus ik snap het wel dat ze het groen hebben gedaan, maar... Het is mijn brein, die kan het nog even niet handelen, zeg maar. Dus ik heb die gehaald. Ik heb deze gehaald met Oreo stukjes. Omdat ik die eigenlijk aan Rick wilde geven. Want Rick vindt deze dus helemaal geweldig. En aangezien hij voor mij deze voor mij had gehaald. Dit is die groene trouwens. Dus, vind ik de lekkerste persoonlijk. Omdat hij die van mij had gehaald, dacht ik dan doe ik iets terug. En dan ga ik de Oreo versie van die chocolade voor hem kopen. Maar dan ben ik het natuurlijk vergeten om hem aan hem te geven. Typisch ik. Dus ik ben nu thuis. Ik ga die chocolade nog wel aan hem teruggeven. Een keer. Komt vast wel goed. Ik ga er zelf met mijn woord niet aan zitten. Want ik vind die persoonlijk niet de lekkerste chocolade die er is. Dus komt goed. Ja, ik ga nu even YouTube kijken en even mijn brein uitschakelen, zeg maar, even bullshit. En even gewoon rustig aan serie kijken en nog heel even editen. En YouTube heeft een nieuwe functie. YouTube heeft een nieuwe functie dat je ondertiteling zelf kan typen, zeg maar. Super gaaf en super leuk, maar als ik een vlog maak van... 6 of 8 minuten. En ik moet elke keer mijn eigen teksten gaan fabriceren en typen hieronder. Snap ik dat heel goed. Dat mensen dat misschien prettiger vinden. Maar het is dus Nederlandse ondertiteling die je er dus in onder kan zetten. Ja, ik heb veel liever dan dat ik gewoon inderdaad als ik een mondkapje op heb of zo, dat ik er dan Nederlandse ondertiteling onder zet. Dat snap ik helemaal. Net zoals dat. Stel, er zouden mensen nu kijken naar mijn vlogs die misschien minder goedhorend zijn en daardoor niet fatsoenlijk misschien mee kunnen krijgen wat er gebeurt, dan snap ik het helemaal en dat soort dingen. Maar ik denk dat als mijn gezicht in beeld is en als je mijn mond beweegt, dat mensen die misschien slechthorend zijn, ik wil niet judgen, absoluut niet. Maar ik hoop dat ze dan ook wel een beetje lip kunnen lezen eigenlijk, heel stiekem. Daar ging ik in ieder geval in het verleden altijd van uit. Dat is misschien heel slecht. Laat vooral weten als je deze vlog kijkt en je bent misschien in die categorie. Ik kan geen gebarentaal. Ik zou echt super graag gebarentaal willen leren. Dat zou echt nog wel iets op mijn bucketlist zijn trouwens. Maar ik ging er altijd vanuit dat mensen dan altijd maar gingen liplezen. Foute gedachten van mij, absoluut, dat weet ik. Maar is het dan echt nodig om ondertiteling onder een video te zetten? Of ja, in ieder geval bij je te werk. Ik snap het misschien, maar in mijn geval, ik praat niet echt, zeg maar, volledig accent. Dus ik ga er eigenlijk ook wel vanuit dat ik gewoon zo fatsoenlijk Nederlands praat, dat mijn accent niet nodig, of dat ondertiteling in ieder geval niet nodig zou moeten zijn. Als ik volledig de plank misla, dan zet het vooral in de reacties. Als je niet weet wat ik zeg, dan zou je waarschijnlijk ook niet mijn vlog kijken trouwens, denk ik. Want dan ga je er waarschijnlijk aan irriteren. Geen idee, maar let me know. Want mocht er iets zijn wat ik kan verbeteren aan mijn vlogs, mocht je ergens aan irriteren, mocht er iets in je opkomen van Jocinde, dat moet je veranderen of dat moet je doen, kan ik het overwegen natuurlijk om het te doen. Maar dan heb ik iets om te overwegen, snap je? En dan kan ik misschien ook wel vanuit dat punt groeien in hoe ik vlog. Tuurlijk, ik weet dat er minpunten zijn aan mijn vlogstijl. En dat ik absoluut op een dag veel meer kan vloggen
dan dat ik kan en doe. En dat moet ik ook doen. Zeker op dagen dat ik dus naar buiten ga. En net zoals vandaag dat ik gewoon inderdaad ergens ben. Toevallig dat ik in de campingzaak gestoord werd omdat Dominique me belde. Maar anders had ik nog een heel verhaal verteld. En dan was het nog best wel leuk geweest en zo. Maar daardoor werd ik een beetje van stuk afgebracht. En toen kwam er een man Rick helpen voor zijn stuk waar we voor naar de campingzaak gingen. Want hij had een brandertje nodig voor als hij straks gaat kamperen. Maar dan had ik je daarmee helemaal meegebracht. Maar omdat die man kwam en ik liep dus met mijn andere telefoon in mijn hand. Toen dacht ik, ja dan doe ik deze wel met tas. En daardoor heb ik dus vervolgens niet gevlogd. Geen goed excuus, ik weet het. Maar ik weet dus van mezelf dat er dus veel meer leuke dingen te vloggen zijn dat ik dus niet doe. Dus ik ben lerende, nog steeds. En mocht je op een aanmerking hebben, dan laat het vooral weten. Ik zie het letterlijk alleen maar als positief commentaar, namelijk. Ik zie het niet als kritiek, ik zie het als positief commentaar. Dus let me know als je iets weet. Of als je een opmerking hebt.